Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 70 alweer. Bahrein, ronde nummer 2 van seizoen 6 is begonnen, maar heb jij de openingsrace gemist van het nieuwe seizoen, zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop, zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben je nu mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een like belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van me mist. We hebben de 88 abonnees aangetikt. Laten we pushen naar die 90 abonnees. Dus ben jij nieuw? Abonneer ervoor meer. Volg me ook even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificaties voor de grote prijs van Bahrein. Daar zijn we dan bij Q1. Kijken wat het gaat opleveren. TRS geopend. En de Honda motor moet namelijk deze topsnelheid gewoon halen. 349 km per uur. Sergio Perez zet een 1.25.105 neer. Ik ben heel benieuwd wat Lando Norris gaat neerzetten. Die zet een 1.23.428 neer. We krijgen een track limits waarschuwing. Maar dat is geen probleem. De laatste bocht goed nemen. Nemen we ook weer iets te wijd. We krijgen weer een track limits waarschuwing en we zetten een 1.23.600 neer. We komen een tiende tekort op Lando Norris, helaas. En Russell dit keer wel door naar Q2. Callum Hylett weer als laatste. Het staat nu volgens mij 2-0 voor Grosjean in de kwalificatie. We zijn aanbeland bij Q2 op de softbanden. Waarom? Ik vrees voor George Russell, terwijl Max Verstappen een 1.24.3 laat noteren. Russell staat gewoon nog binnen, maar ik denk dat hij voor de mediumband gaat en een andere strategie doet dan ons en dan de rest van het veld. DRS hier dan dus weer geopend voor de tweede keer op het circuit. Komen we aan bij de laatste bocht. DRS weer geopend en wij zetten een P1 neer met een 1.23.5. En Lando Norris naar P4 op de mediumband, 17e maar. En ik moet gewoon wennen dat we niet George Russell in ons team hebben, want die staat 12e. Maar we hebben dit keer Lando Norris in ons team. Komen we aan bij het laatste deel van de kwalificatie, Q3. En hier draait het dan om. Kunnen wij ook deze vorm zien vast te houden bij dit kwalificatiedeel? Kunnen wij naar de pole position rijden? Of steekt Lando Norris daar alweer een stokje voor? Net als in Australië volgens mij. Of toen vertrokken wij van pole position? Ik weet het eigenlijk al lang niet meer. Komen we aan bij het DRS gedeelte. En we pakken de pole. Nee, we pakken niet de pole position. We komen 14e tekort op Lando Norris. Dat had ik niet verwacht. Dat gat is heel groot. En wat ik hier nu ga doen is een gat laten vallen voor de jongens achter mij. Ik laat 3 rijders voor mij. Albon is dat. Ocon en Gasly. En dan gaan we nu onze laatste run in. Een goede exit hier nemen. En kijken wat deze tijd gaat worden. We staan nog gewoon op P2. En Norris vindt het goed zo. Norris blijft binnen voor zijn tweede run. Die denkt dat hij de pole position in handen heeft. Daar willen wij dus iets aan gaan doen. Maar we remmen iets te vroeg. Hebben daar ook een momentje op die curb. Zo'n verliezen gewoon tijd. Zijn wel met 3/10 onder onze eigen tijd. En wordt dat een P2? Nee, dat blijft een P3. Want Max Verstappen sprong tussen ons in. En we vertrekken niet vanaf de eerste startrij. We vertrekken niet vanaf pole position. Wij staan dus helaas op P3. We komen een tiende tekort. En Verstappen komt 70.000ste tekort. Weet wel dat we bij de race op de softbanden starten. Dus we kunnen misschien een
goede start hebben en dan de leiding veroveren. En Norris heeft het maar met één setje gedaan. Ja, de tijd verloor ik in sector 1. Dat is de tijd die ik dus heb verloren. Ja, helaas niet van pole position, maar wees niet getreurd. We gaan dan gewoon beginnen voor de race hier in Bahrein voor Carrière, aflevering 70. Onze teamgenoot start op pole position en wij dus vanaf P3. Daar gaan we dan. We're here again then at a circuit famous for its stunning visuals and thrilling battles for glory. Who will take the spotlight in the Bahrain Grand Prix today? We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? Well, the throttle goes both ways, Crofty. You've got to have the discipline not to try and win the race on the first lap. So always be prepared to lift early and give those around you more space. Trying to be the last of the late breakers with half a dozen cars around you may pay off from time to time, but it's also a great way to lose your front wing. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lando Norris will lead us away from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have the Professor, Leclerc, Pierre Gasly and Albon, Sainz, Hamilton, Vettel and Sergio Perez, Ocon, Kvyat, Kevin Magnussen and Stroll, Latifi, Giovinazzi, Louis Delatraz and Nobuharu Matsushita, De Vries, Grosjean, Eilert and George Russell ends our grid lineup. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het momentum moeten we dus meenemen in de grote prijs. Kijken of we hier dan weer een overwinning binnen kunnen halen. En of Lando Norris ons misschien vol onder druk zet. Ik denk van wel. Waarom? De vorige aflevering was hij ook bloedsnel. Hier heeft hij dan dus nu pole position behaald. Wij starten dus vanaf P3. Maar wel op een zachtere compound. Dus we gaan gewoon beginnen voor Carrière aflevering 70 hier in Bahrein. De tweede race van seizoen 6 is onderweg. En we komen beter weg dan Max Verstappen. Beter weg dan Lando Norris. We vallen hier al gelijk aan de buitenkant aan. We rijden op P2. Remmen hier laat. Norris verdedigt die binnenkant. Maar dan hebben wij hier een betere exit. En we hebben de leiding veroverd in de derde bocht van de grote prijs. Heel goed gedaan en Norris voelt al gelijk de druk van Max Verstappen. Want Verstappen kijkt naar de buitenkant. Zet hem nog steeds via de buitenkant van Lando Norris. Maar Norris weet hem niet breed te houden helaas. En Verstappen is naar P2 gegaan. Norris twee plekken verloren bij de start. We zitten zometeen in ronde nummer 3 van de wedstrijd. En we zetten weer de snelste race van de neem met een 1.27.673. DRS is beschikbaar gesteld. En Norris zit op 2,5 seconden van ons te volgen eigenlijk. En Verstappen volgt op 2,2 seconden. Dus we hebben een voorsprongetje op de rest van het veld, wat natuurlijk heel goed is. Het is daar gele vlag in sector 1. Dat is een Williams coureur. Ja, Nicolas Latifi is uitgevallen en daardoor door die melding vergalopeerde ik me eventjes in de bocht, want ik schrok eventjes. Had ik niet verwacht dat de melding daar ook terecht zou komen. Dus dat gat naar Max Verstappen is nu 1,3 seconden geworden vanwege die misstapper die ik heb gedaan. Alles rijdt gewoon nog van mijn team, want Lando Norris volgt op P3. Het gat naar hem is 1,9 seconden. En we gaan zometeen ronde nummer 7 alweer in. Dan zijn er nog 22 rondes te gaan in de wedstrijd. En we verbeteren ons niet. We zijn 1,3 seconden langzamer. En de pitwindow is open om naar de medium band te gaan. Dat heet dan dus een twee-stop strategie. Ik denk dat het is soft, medium, soft.
Maar wij gaan kijken of we langer door kunnen op deze rode band. We moeten langzaamaan doen, zegt Jeff. Nou, hier hangen nog geen gele vlaggen. Hier is er dus geel. En Latifi staat stil. Waar je dan meestal linksaf gaat. De endurance layout ga je dan op. Wat in 2010 het geval was. Norris volgt op 1,5 seconden. Dus dat gat is hier wat aan het dichten. Dat komt omdat de softbanden nu langzaam worden weggegooid eigenlijk. Omdat de banden versleten raken. En nu komen die mediums op temperatuur. Zijn de mediumbanden nu gewoon veel sneller. Hebben daar een momentje overstuur op de curbstone. Dat ziet Lando Norris. Kan hij aanvallen voor P1. We schieten hier weer een klein beetje door. En Norris valt daaraan, zit aan mijn buitenkant en heeft de leiding veroverd. We kunnen niet terugkruisen, want Norris verdedigt daar heel scherp. En dan komt het zo meteen aan bij de pitstops. Dan denk ik dat we zo meteen naar binnen gaan. Ja, daar bevestig ik het dus al. We gaan dus naar binnen voor de medium compound en gaan proberen Lando Norris te undercutten. Dus dat hij een pitstop maakt, dat wij ervoor komen. En dan gaan we ronde nummer 11 alweer in. Dan zijn er nog 18 rondes te gaan in de wedstrijd. Dus het schiet al aardig op. Maar tot nu toe een mooie strijd met Lando Norris. Dat was ook al in Australië. Dat is nu ook in Bahrein. Ik denk dat dit een Nico Rosberg versus Lewis Hamilton verhaal wordt. En hierbij bevestig ik dan nog even aan mijn team dat we naar binnen duiken. In ronde nummer 10 van de wedstrijd. Norris heeft nu een groot gat achter zich. Omdat wij naar binnen duiken. Kevin Magnussen rijdt volgens mij gewoon door. Die haalde in de vorige wedstrijd ook een podium. Zijn eerste podium van F1 2020 My Team Career Mode voor Alfa Tauri. En hij rijdt dit keer ook sterk. Het zal wel heel grappig zijn als de top 3 in Australië, dat toen won ik, werd Norris tweede en werd Magnussen derde. Dat hij ook in Bahrein, de tweede wedstrijd van het seizoen, ook op het podium staat. Max Verstappen zet de snelste raceronde neer en wij komen achter Danny Kvyat weer de baan op. Ocon naar P3, Magnussen naar P2 en Norris heeft een heel groot gat voor zich, ook achter zich. In diezelfde ronde vallen wij Danny Kvyat aan. Kijken hier naar de buitenkant. Sturen in, Kvyat raakt ons lichtjes. Maar er is geen schade gereden. Dat is goed gedaan. En we gaan zo meteen ronde nummer 12 al weer in. Lando Norris rijdt gewoon vrolijk door. 28.3. We zitten dan dus in ronde nummer 12. En Lando Norris duikt naar binnen. We gaan dus nu pushen. Om ervoor te zorgen dat we misschien voor Lando Norris de baan opkomen. Magnussen rijdt door. Ocon rijdt ook door. Norris komt dan denk ik nu weer de pitstraat uitrijden. En komt hij ervoor? Hij komt er net voor. 1,4 seconden voorsprong heeft hij. Maar hij rijdt op harde banden. Hij had eerder mediums, soft kunnen doen. Want nu op hard te rijden, ik weet niet of dat verstandig is, want wij rijden op een compound zachter dan Lando. Maar hebben wel al een aantal rondes op deze band gereden. Norris zit vast achter Esteban Ocon in ronde nummer 14 van de wedstrijd. We zetten de snelste raceronde neer met een 1.27.1.19. Norris valt Ocon aan. Wij komen in de slipstream van onze teamgenoot. Kijken hier naar de binnenkant. Vallen Ocon mooi aan. Laten weinig ruimte over. En Ocon spint daar. Esteban Ocon is daar gespint. Hij raakte met sidepod. Ja, er was ook geen ruimte. Ik liet ook eigenlijk geen ruimte over. Terwijl we Lando Norris bijna overschieten. Vanwege de snelheid die we meenemen. Dus het was een beetje 50-50. Wiens fout daar was. En Norris rijdt gewoon van ons weg. Hij is dus weer aan de leiding. Maar wij pakken de snelste raceronde van hem af. Met een 1.26.9.5.8.
Verstappen naar P3, Vettel naar P4, Albon naar P5. We schieten een klein beetje door. Maar knokken voor wat we waard zijn om de leiding weer te heroveren. We zitten in de slipstream, maar kunnen nog niet aanvallen bij Lando Norris. Hij houdt zijn wagen heel erg breed. We zetten paars in sector 1 neer. 26.000ste zijn we sneller. Ook hier kunnen we niet aanvallen bij onze teamgenoot. De vraag is, waar dan? Ja, dat moet dan alleen op het rechte stuk gebeuren. Alleen onze auto is ook gewoon heel snel op dat rechte stuk. En ik denk dat Lando Norris alles van zijn energie wegneemt. Om een hele goede exit te hebben, zodat wij niet kunnen aanvallen. We komen gewoon weer tekort. We zitten in ronde nummer 17, een ronde later. En dan proberen we het hier van heel erg ver. Schieten daardoor. Lando Norris moet hier wat op de rem. We duwen hem naar buiten. Oh Norris, wat doe je? Hij raakt onze zijkant. Even een wielbengend gebeuren wat daar was. Tussen mijzelf en mijn teamgenoot. We krijgen een waarschuwing vanwege het toucheren van Lando. Maar dat is het. Maar het gaat er wel heel hard aan toe. Voor de race overwinning. We hebben in ieder geval de leiding weer heroverd. Dat is mooi om te zien. Norris heeft hier zometeen DRS. Kan hij ook aanvallen? Hij zit in mijn slipstream. We verdedigen. Norris valt daar aan. Via die binnenkant. Hij is daar nog via die binnenkant. Maar moet helaas toegeven op ons. En moet zometeen bij het rechte stuk het opnieuw gaan proberen. We gaan zo meteen ronde nummer 18 alweer in. We schieten wel een klein beetje door. We hebben ook voorvleugelschade, maar dat is niet zo erg. Het is maar lichte schade. DRS fout in één keer. We hebben geen DRS. En Lando Norris kan niet aanvallen. Hij rent wel heel erg diep naar ons toe. Keek daar wel eventjes via de buitenkant. We hebben geen goede exit. En Norris kan hier dan aanvallen. Kijk via de buitenkant. Daar is weinig ruimte voor onze teamgenoot. En hij moet nog even geduld hebben. We zitten in ronde nummer 18 van de wedstrijd. Dat is nu ronde nummer 19 geworden. Norris probeert het daar via die binnenkant. En dat is gelukt. We kunnen hier dan naar die binnenkant switchen. Raken onze teamgenoot. En Norris heeft een voorvleugelschade. We schieten hier door. Maar Norris heeft een voorvleugel beschadigd. Kan hier ook terugkomen en gaat naar de leiding. In ronde nummer 19. We komen hier dan terug, hebben een betere exit. Maar Norris heeft meer snelheid dan ons. Dat komt omdat wij op versleten medium banden rijden. En Norris rijdt gewoon nog op goede harde banden. Maar Norris moet gewoon nog een keer naar binnen voor een nieuwe neus. Dat gaat hem denk ik pijn doen, want dan komt hij achter Kevin Magnussen terecht. En die rijdt weer een uitstekende wedstrijd, want die rijdt op P3. Als het zo eindigt, dan zou het tweede podium van Magnussen dit seizoen betekenen. Het tweede podium voor ons dit seizoen. En het tweede podium voor Lando Norris dit seizoen. Dus dat zou weer heel mooi zijn. Hier kunnen we dan Lando Norris mooi via die buitenkant aanvallen. Waarom? Hij heeft een voorvleugelprobleem. En we hebben de leiding veroverd in ronde nummer 19. Zijn er nog 10 rondes te gaan. En ik denk dat Lando naar binnen duikt. Voor een nieuwe neus. Ja, Lando Norris duikt naar binnen toe. En de pitwindow is ook open om naar die medium band te gaan. Maar dat wordt sowieso de soft banden. Ik ben ook heel benieuwd waar Lando Norris terug gaat komen. Ik denk gewoon achter Kevin Magnussen. Ja, Norris komt achter Magnussen terecht. En wij duiken dus naar binnen voor onze laatste pitstop. Gaan naar de soft banden. En ik denk dat we gewoon voor Lando Norris de baan opkomen. Misschien ook zelfs voor Kevin Magnussen. Maar dan moet deze pitstop goed gaan. Go, go, go.
2,2. Goede pitstop, maar ik denk dat Magnussen ons gaat passeren. Nee, we blijven ervoor. Mooi, dat is goed. Terwijl Jeff zegt dat we nog één pitstop gaan doen in deze strategie. Nou, dat is sowieso niet de bedoeling, want we rijden in ronde nummer 21 van de wedstrijd. Er zijn nog maar 8 rondes te gaan. Wat betekent dat we de wedstrijd zometeen gaan binnenhengelen. En dan de overwinning, gaan binnenslepen. Dat is alleen maar goed. Gat naar Kevin Magnussen is 2,3 seconden. We zitten in ronde nummer 27 van de wedstrijd. Als Lando Norris binnen 1 seconde van ons vandaan is, heeft Magnussen gepasseerd. En gaat zometeen een aanval wagen voor ons. De vraag is alleen wanneer. En hoe gaan wij dat verdedigen? Want de Brit is bloedsnel. Sneller dan ons, dat geef ik gewoon toe. Lando Norris is gewoon veel sneller dan ons. En zit gewoon hier binnen 15e van ons. Niet normaal hard. We blokkeren daar ons linker voorwieltje. Norris. Wanneer komt hij met een aanval? Er zijn nog 2 rondes te gaan. Zit hier in mijn slipstream. Maar kan niet aanvallen, want hij zit net te ver weg. We gaan zo meteen ronde nummer 28 alweer in. En dan de laatste raceronde alweer. We moeten ook oppassen voor de fuel mix, want daar verbruiken wij nu enorm veel van. En dat moet ook gewoon positief blijven. Dus daar moeten we ook op gaan letten. We zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Norris zit in mijn slipstream. Hij doet geen aanval. Zit daar net even weg, maar we verremmen ons. Maar Norris kan niet terugkruisen. Heeft wel de snelste raceronde-punt in handen. Kan hij het dan hier gaan proberen? Wij dwingen hem naar de buitenkant. En dat lukt niet. Nee, dat lukt niet, want wij blokkeren hem en we verdedigen heel erg. Hoe noem je het nou? Sterk. We verdedigen ook heel erg hard. We schieten wel een klein beetje door. En Lando Norris ziet dat. Heeft gewoon weer zijn voorvleugel kapot gereden op ons. En heeft de leiding veroverd met nog 2 rondes te gaan. Dus onze missie is nu om Lando Norris terug zien te veroveren. Terug zien te pakken. Met nog 1 ronde te gaan in de wedstrijd. Dit belooft een bloedstollende laatste ronde te gaan worden. Hier in Bahrein tussen mijzelf en Lando Norris. We kijken hier weer via de buitenkant. Is het hier dan al gedaan? Nee, want we krijgen een tracklimitswaarschuwing. Omdat we iets te ver naar buiten de baan reden. En Norris heeft die positie gewoon weer veilig gesteld. We hebben nog 2 rondes fuel over. 1,15 seconden. Waarom? Ik ben enorm gaan sparen. En nu kunnen we alles gaan geven voor de laatste ronde in Bahrein. Lando Norris leidt gewoon nog de wedstrijd. Wij zetten een aanval in voor die leiding. Kijken hier mooi naar de buitenkant. Zijn er voorbij. Norris remt wel heel laat. Maar moet zich hier dan toch gewonnen geven. Kan wel terugkomen bij dit DRS gedeelte. Maar we hebben hier een betere exit dan ons teamgenoot. En ik denk dat het gedaan is. Ik denk dat wij hem gaan binnenhengelen. Weer een heel fel gevecht voor de overwinning. We zitten paars in sector 1 neer. Onze tijd is gelijk aan de snelste tijd van ons. 0,000 was het. En als het zo dan wordt, dan winnen we alweer een grote prijs. Pakken niet dat snelste raceschotpunt. Dit keer gaat het naar ons teamgenoot Lando Norris. Maar hebben nog steeds de volledige score gehaald in Australië. Ja, in Australië en in Bahrein. Dat wou ik dus zeggen. Kevin Magnussen gaat dan weer naar het podium. Wat betekent, zoals we in Australië zijn gefinished, finishen we ook in Bahrein. En we pakken weer de 100% score voor het team. Omdat Lando Norris dit keer de snelste raceronde-punt in handen heeft. Hij kan het niet meer goed maken. En verliest hier op de strategie. Anders had hij hier zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. Dat weet ik 100% zeker. Maar het vuurwerk is nu voor ons. De grootste trofee is nu voor ons. En dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van China.
presented today. Gaan we kijken of dat weer een legendarische battle wordt met Lando Norris. That's it for another spectacular Grand Prix here in Bahrain and a real champion's drive to take the win. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. This result has had on the driver. Hierbij dan dus de raceuitslag. 25e wedstrijd pakken niet als snelste racemoment. Lando Norris helaas naar P2. Die zal ervan balen, want die verpot van de pole position komt 17e tekort. Kevin Magnussen weer naar het podium. Heel goed gedaan van de Deen. Coureurs, kampioenschap en constructeurskampioenschap hebben inmiddels 50 punten voorsprong naar Alfa Tauri, want die pakt Red Bull Racing. En 14 punten verschil naar Lando Norris. En 21 punten verschil naar Kevin Magnussen. Dus ik denk dat het gewoon weer tussen mijzelf en onze team van het gaat voor het rijderskampioenschap. En ik denk dat Lando Norris ons volledig onder druk gaat zetten in de volgende aflevering. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, ja, dislike hem dan. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Volg me op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. En dan verder in China.